Tot aan de 64ste minuut ben je denk ik niet tevreden met het gelijkspel. Hoe voelt het achteraf? Ja, toch wel heel tevreden. Want ik weet niet precies hoe lang. Maar we hebben heel lang met 10 en ook nog vrij lang met 9 man gespeeld. Ja, kijk, op basis van de eerste uur ben ik helemaal met je eens. Zijn we gewoon een beter voetballende ploeg en sta je ook verdiend op voorsprong. Maar het was met kunst en vliegwerk dat we uiteindelijk 2-2 uit het vuur sleepten. Heb jij ooit zo'n krankzinnig duel meegemaakt? Ja, ongetwijfeld wel eens een keertje. Maar ja, met 9 man weet ik eigenlijk niet meer of dat was eens hebben gehad. Maar ja, inderdaad, 2 man minder. En nou ja, dan probeer je gelijk spel vast te houden en een punt mee naar huis te nemen. En, ja, een beetje kunst en vliegwerk is dat, hebben we dat gedaan. Ja, de supporters stonden echt op de banken te juichen. Die vierden het als een overwinning. Hoe zagen jullie dit? Ja, nou, dat is niet zo raar natuurlijk. Als je met 9 tegen 11 speelt, dan kom je onder druk. En nou ja, heel het stadion gaat er dan achter staan. En dan komen de voorzetten, ballen van de zijkant. En dan moet je proberen, hoe je het doet, weet je soms niet. Maar probeer het gewoon dicht te houden en goed georganiseerd te houden met z'n allen. En geen goal tegen te houden. En nou, uiteindelijk is het toch gelukt. Dus daarom snap ik wel dat dat als een punt gevierd wordt. Giert de adrenaline nog door je lijf? Ja, het was wel een heksenketel, overal de tweede helft en 2 rode kaarten. Nou, wat ik gehoord heb was het wel terecht, dus ja, het was verdedigen op het eind en hopen dat, dat we die 2-2 vasthielden. En, ja, ik zelf had ze nog zelfs een kans op 3-2, dus ja, dat was zonde. Ja, 2-2, daar kun je blij mee zijn, maar jij zegt het al, je was zo dichtbij misschien wel de overwinning, hè? 3-2, wat gebeurde er? Nou, ik denk dat we allereerst gewoon... Na rust eigenlijk heel goed de kleedkamer uitkomen. 2-1, Oussama, een hele mooie goal. En, ja, ik denk dat het voorin op een bepaald moment wel lekker liep. En toen kregen we een rode kaart, tweede gele kaart van Ramon. Ja, dat is lullig, maar dan moet je door. En ja, wat er dan vervolgens allemaal gebeurt, het was één richtingsverkeer. Alleen we kwamen er nog soms even uit. En, waaronder ik in die ene actie. En ja, ik kwam stiften, maar Vlaar kwam erin vliegen. En, daar baalde ik van, dat was duidelijk te zien. Goed verdedigd of een gemiste kans? Gemiste kans, duidelijk. Ja, die eerste rode kaart van Ramon Sommer, zijn tweede gele. Wat kon je daarvan zeggen? Was het een domme actie om op die plaats van het veld een tweede gele kaart te pakken? Ja, je weet dat je al geel hebt en die was volkomen terecht. In de tweede houdt hij wel lichtjes vast, maar het is op de middenlijn en vasthouden is geel. En de scheidsrechter had geen mededogen, dus dit is eigenlijk dat je zegt, Ramon, laat hem maar even doorlopen daar op de middenlijn. Ja, wat gebeurde er precies bij de actie van Doker Smit? Was het omdat hij te wild inkwam? Ja, wij zaten helemaal aan de andere kant en de bal werd breed gespeeld, heel lang breed. En hij wilde echt voor de bal gaan en dat ging hij ook wel. Maar hij was heel wild en hij raakte Schaken. Dus ik heb gehoord ook dat het een terechte rode kaart is, omdat hij ook Ruben Schaken raakte. Is dat gretigheid? Dat is gretigheid, maar ook verkeerde timing in die situatie. En, nou ja, het heeft ons gelukkig geen schade berokkend, want het stond toen al 2-2. Maar het is voor hem ook een goede leerschool, denk ik. Maar ik weet zeker, die jongen is er nooit om uit om te schoppen. En die is ook niet opgefokt of dat soort dingen. Maar hij schatte de situatie verkeerd in. En dat is voor hem een les. En voor ons een geluk dat het 2-2 is gebleven. Ja. Feyenoord werd pas echt gevaarlijk toen ze de beide spelers gingen omwisselen. Hè? Schaken van links naar rechts en Cabral tegenovergesteld. Ja, hoe kwam het dat jullie daar zoveel problemen mee hadden? Hoe ze anders speelden, speelt Cabral op rechts met zijn linkerbeen en andersom aan de andere kant andersom. Dus dan komen de buitenspelers veel naar binnen en dan dat is minder gevaarlijk, want dan is het vaak over te geven of met coaching kan je dat overnemen van iemand anders. Dat is minder gevaarlijk als dat ze buitenom komen en een voorzet kunnen geven. Dat was gewoon veel gevaarlijker toen ze dat omwisselden. Dus, en als er natuurlijk 2 man uit zijn, dan kan je ook niet meer heel veel rugdekking geven aan de zijkant. Dan zijn ze echt op zichzelf aangewezen. Dus tegen zulke snelle jongens is het gewoon lastig. Die 2-2, koest hij dat echt als een overwinning nu? Nee. Kijk, op basis van de rode kaarten wel. Maar op basis van daarvoor, zeg maar, voor die eerste rode kaart, denk ik dat je gewoon hier moet winnen. Ja, want je bent de betere ploeg. Je krijgt ook de beste kansen, hè, in de eerste helft. Precies, dus dat is zonde. Dus ja, toch met gemengde gevoelens terug naar Heerenveen. Ja, we hebben 2 punten uit 4 wedstrijden, dus dat is daar word je niet vrolijk van. Alleen als je ziet wat we gehad hebben nu en hoe die wedstrijden ook verlopen zijn, denk ik dat het niet goed is. Alleen
dit punt is wel mooi verdiend. Ja, met kunst en vliegwerk blijft het dan 2-2. Is het ook een beetje een overwinning op jezelf? Dat je toch nog stand houdt? Ja, dat denk ik wel, want we hebben er wel vaker voor gestaan en nu niet met 2-0 dit keer. Maar dan brak het vaak op het laatst en dan heb je een keer zo'n moment nodig dat het gewoon beter is. En we hebben het nu over de tijd heen gespeeld en dat geeft veel vertrouwen. Nu heb je even 2 weken de tijd om je optimaal voor te bereiden op FC Groningen. Is dat even lekker, zo'n onderbreking? Een onderbreking, dat maakt niet zoveel uit, vind ik. Alleen omdat je hier natuurlijk wel een positief gevoel aan overhoudt. Dat is lekker natuurlijk, dat je dan een onderbreking hebt en dat je met een goed gevoel hebt. Want als je natuurlijk een dikke nederlaag hebt en mag dan een week niet spelen, dan loop je eigenlijk 2 weken naar de volgende wedstrijd toe te kijken om het recht te zetten. En dat is nu wat prettiger natuurlijk.